BEP-fractieleider Ronnie Assabina wil van de regering weten wat de status is van het verzoek van de stichting Kelaki Puja. De stichting heeft onlangs een verzoek ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken om de Afubakkaweg te vernoemen naar ingenieur Rajkumar Hendrik Ramdien. Ramdien is de eerste Surinamer die benoemd is geworden tot general manager van Suralco en vicepresident van Alcoa. Assabina is zich bewust van het democratisch recht van iedere Surinamer om soortgelijk verzoek te doen. Aan dat recht wenst het DNA-lid niet te komen. Echter wil hij niet dat dit verzoek wordt gehonoreerd. Dit verzoek heeft voor veel kritiek gezorgd bij mensen van Brokopondo en boven Suriname. We willen vragen, in geval dat verzoek nog niet is gehonoreerd, vragen aan de regering om dat niet te doen. Mocht het reeds gedaan zijn, voorzitter, vragen wij aan de regering om dat terug te draaien, voorzitter, en de wetstrekking, de Afubakkawet, te vernoemen, voorzitter, naar iemand die de nodige touch heeft of gehad heeft, affiniteit heeft met het district Brokopondo. Iemand van en of in het district Brokopondo, voorzitter. En of boven Suriname, laat maar zeggen boven en Brokopondo, voorzitter. Dat wilden we graag met u delen. En we roepen op, voorzitter, het is een verzoek van een Surinamer. Als we afgaan... Maglet Assabina, afronden. Als we afgaan op die volledige, voorzitter, we willen vragen om het verzoek in zijn juiste perspectief en alle emoties en dergelijke, voorzitter, achterwege te laten. Assabina sprak vandaag tijdens de openbare vergadering in de Nationale Assemblée. Het verzoek van de stichting heeft een storm van kritiek teweeggebracht. Niet alleen in Brokopondo en het boven Suriname gebied, maar ook op sociale media hebben diverse Surinamers hun mening hierover gegeven. Velen van hen zijn de mening toegedaan dat deze naamswijziging niet gehonoreerd moet worden door de regering. De Afubakkaweg begint in het district Para en loopt tot in het district Brokopondo.